We staan hier in een klein dorp. En het is eigenlijk een heel klein plannetje wat hier ontwikkeld moet worden. Daarin zitten eigenlijk alle basisingrediënten om een grondexploitatie te maken. Het woord zegt het al. En dat houdt in dat je het hebt over verwervingen, bouwrijp maken, woonrijp maken, een beetje plankosten. En je hebt hier ook te maken met een heel programma wat in elkaar gezet moet worden, wat toch heel gedifferentieerd is. En dan gaat het over appartementen voor sociale huur, maar je hebt het ook weer over koopwoningen. En het allemaal komt eigenlijk op een hele kleine plot hier samen. En dat gaan we ook gewoon doen met die opleiding basisgrondexploitatie. Aanvullend hebben we dan nog een deel hoe dat allemaal in de administratie past. Want het kan wel klein zijn, maar het moet wel passen in dat hele grote overzicht van de begroting van de gemeente en de administratie van de gemeente. En dat stuk gaat dan over hoe de accountant er naar kijkt en hoe je dat uiteindelijk administreert. Dat is het stuk wat gaat over wat de commissie BBV eist. Besluit, begroten en verantwoorden. Ook daar ga je op in, zodat je dat ook gewoon snapt.